waar je echt zou moeten zijn in Breda, Oranje Stad, kunnen we bijna wel zeggen van Nederland. Is het jullie op het Valkenberg en het is onwijs druk. Maar ik ga wel even kijken of we nog iets op de kop kunnen tikken. Koningsdag 2023 is begonnen! Allemaal nog knutselen en bonnetjes schrijven volgens mij. Of vertel, wat was je aan het doen? Nou, ik was mijn bijschrijvingen aan het doen van wat ik had gekocht. Wat je hebt gekocht of wat je hebt verkocht? Verkocht. Beetje de administratie aan het bijwerken dan? Mogen we eens kijken of dat de vragen ervoor bestaan? Ja hoor. Nou, ik heb 18,75. Ik moet ook even iets doorgeven. Ik ben vandaag even een dagje op en neer van mijn vakantie. Maar ik moet nog wel even iets doorgeven aan Kees. Kees? Ik ben niet alweer. Ik zag het. Ja. Ik moet wel even iets doorgeven. Ik slaap vanavond thuis. Ja, dat je dat weet, hè? Als je maar niet in bad hoeft. Want dan ga ik het niet horen. Maar niet dat jij morgenochtend schrikt, hè? Oh nee, nee. Nee. Nee, dat ik heb het ook op tijd opgemaakt, of niet? Nou, dan schrik ik niet zo gauw meer. Kees, tot morgen. Ik ben om 7 uur bij jou. Echt niet? Ja, ik wel. Echt niet? Ik wel. Ik denk ik nog te slapen. Ben je echt om 7 uur? Ja, zeker. Oh my god. Nou Kees, werk ze morgen dan. Ik hoor je vanzelf wel. Kom goed. Ik zeg, u houdt de wacht. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, letterlijk. Ja, wat dacht jij? Ik neem het halve Valkenberg. Nou, mijn vrouw is hier komen staan, alles vanochtend. Die heb ik afgezet met de auto, alle spullen eruit. Die hebben alles ingericht. En rond de middag kom ik zelf altijd even kijken. Oké, okay. En is de vrouw lekker op pad nu? Ja, die wil ik even kijken, hè. Ja, dat is goed geregeld. Ja, toch? Ja, dat vind ik. Maar wat wil jij dan gaan zeggen op de televisie? Eigenlijk weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Dat is ook leuk. Ja. 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 Wil je er goed aan koning Willem-Alexander doen misschien? Ja, zeker. Ja. Nou, doe maar even. Pak je moment. Een goed uit Breda, hè? Ja, ja. Goed uit Willem. En natuurlijk, een vrijmarkt is geen vrijmarkt als er geen live muziek te zien is. Maar is het even pauze, dames? Ik dacht, ik kom even lekker genieten van een mooi stukje... muziek? Ja, ik wil wel een stukje spelen. Zou je dat willen doen? Nou ja, laat maar even komen. Leuk. Lekker genieten. Hey, en waar ik ook wel een beetje nieuwsgierig naar ben, verdient dat nou wat? Ja, best wel. Ja? Ja, dat is wel fijn. Heb je ook al een doel wat je er straks mee wil gaan kopen, van wil kopen? Ja, waarschijnlijk een plaat voor mijn plaatspeler. En welke plaat? Dat weet ik nog niet, maar richting Imagine Dragons, denk ik. Ja, kijk. Nou, die pet die begint behoorlijk vol te komen, dus... Ja, nou, er is het in mijn jaszak. Heel slim. Nou, we gaan even genieten. Leuk! Hebben hard geknutseld, zie ik. Ja, ja. Hobby, is het een hobby, knutselen? Altijd bezig, hè? Is leuk om te doen, ja. Heel leuk. En hoeveel uur per dag besteedt u aan lekker knutselen en verreubelen? Ik heb alle tijd. Ik heb nergens naar te kijken. Nee. En het is vandaag een hobbymarkt of zo, hè? Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat gezellig is. Gezellige muziek erbij. Nou, wat willen we? Mooi weer. Wat willen we nog meer, hè? Ja, ja, ja. Jullie komen ook uit Breda? Ja.
kom je elkaar dan ook tegen, mede knutselaars, hobbyers? Ja, sommigen wel, ja. Want jullie hebben een bepaalde plek waar jullie dat altijd doen, of dat doen jullie lekker thuis? Thuis, allemaal thuis, ja. Nou, we nemen even een kijkje, hartstikke leuk. Zo. Wat doe jij op een knutselmarkt? Op een knutselmarkt? Wij staan Breda te vertegenwoordigen en je ziet, het gaat goed. Ja, jij hebt dagen achter de naaimachine gezeten. Nou nee, dat heb ik niet zelf genaaid. Nee, zeker niet. Het idee komt wel oorspronkelijk van mij vandaan, maar nee, het is niet zelf gemaakt helaas. En wel leuk om te vermelden, we hadden oranje hoodies. Maar die zijn eigenlijk in een paar uur al helemaal doorheen. Daar kwam ik voor, serieus. Die heb ik niet meer. Nee. Want het wordt een koude nacht vannacht. Ik weet het. Maar ja, we moeten elkaar maar warm houden. Oh, daar heb ik niet. Nou, nee. Dat heb jij niet gezegd. Gewoon lekker bier drinken, lijkt me beter. Zie ik jou nog ergens? Zeker, ik hoop het. Ik ook, komt goed. Veel plezier vandaag.